Hoe lang bent u al bezig met maatschappelijk betrokkenheid en wanneer bent u ermee begonnen? Ja, eigenlijk zijn we altijd al bezig als bedrijf met maatschappelijk betrokkenheid. Wij staan er zelf achter, maar mijn ouders die voorheen het bedrijf hadden ook. En ik vind dat wij ook, zeker hier in het dorp, maar gewoon ook als bedrijf ook maatschappelijk betrokken moeten zijn. Ik doe Oranje Vereniging Nunspeet, ik weet niet beter, klein jongetje, reden we altijd met Koninginnedag met de vrachtauto's. Voetbalvereniging Nunspeet, ik weet niet beter of we stellen verhuiswagens ter beschikking als kleedkamers bij toernooien, noem maar op. Want u stimuleert ook personeel erbij? Ja, zeker. Onze jongens die moeten net zo goed meedoen als dat we zelf meedoen. En dat stimuleren ook. We zeggen ook jongens, probeer ook zoveel mogelijk je energie te geven. Ook aan maatschappelijk betrokken. Het valt natuurlijk niet altijd mee. Mensen moeten lange dagen maken in het werk. Maar dat proberen ze toch. Er zijn wel droppings. Maar wat ik ook met deze auto nog altijd doe, dat zijn gehandicaptenritten. Dat noemen wij gehandicaptenritten. Dat zijn ritten die worden georganiseerd door gehandicapteninstellingen. Of ook wel door chauffeursverenigingen. Dat ze dus... met mensen met een lichamelijke beperking of geestelijke beperking een toertocht organiseren. En dan rij ik ook mee. Zo rij ik altijd de tocht van Cerelo en Apeldoorn mee. Ik rij in Uddel altijd mee. Ik heb dit jaar in Sint-Michielsgestel bij de Koninklijke Cantalus meegereden. De mensen zijn zo blij om dat mee te maken. Dat is gewoon 60, 80 of 100 vrachtwagens achter elkaar aan. En dan zo'n tocht rijden. Dat is grandioos. En dat ik hier de hele achterbank vol zet, dat ik een stuk of vier... Heel leuk, die mensen zijn zo blij, dat is schitterend. Die hebben altijd een lach. Sommige mensen kunnen amper lachen, maar dan hoor je toch uit hun gebaren en dat is het gewoon heel leuk. En dat verrijkt het leven ook? Zeker verrijkt dat het leven. Maar ja, maatschappelijk betrokken, dat verrijkt zeker het leven, vind ik. Ik mag graag met mensen omgaan en dat is wij gewoon mooi. Slaan hier dus inmiddels op. Voor bedrijven, voor instellingen, scholen, maar ook heel veel voor particulieren. Iemand die bijvoorbeeld zijn woning verkocht heeft en nog geen nieuwe woning heeft. Iemand die voor zijn werkgever uitgezonden wordt naar het buitenland. En die tijdelijk geen woning heeft, de inboedel kwijt moet, slaat de inboedel bij ons op. En gaat voor 3 jaar bijvoorbeeld ergens voor de zending weg. En als hij terugkomt, dan kan zijn inboedeltje weer vanuit bij onze opslag naar zijn woning gebracht. We zorgen er gewoon goed voor. Alles wordt in de containers opgeslagen. Bij de klant voor de deur wordt het erin gedaan, afgesloten. En op een gegeven moment, als die weer terugkomt, dan pakken we de container weer, rijden naar zijn nieuwe woning en zetten ze spullen in huis. Want duurzaamheid staat ook in het vaandel bij jullie. Ja, wij zijn zeker MVO, we zijn zeker duurzaam bezig. Dit is een nieuwe Mercedes-Benz verhuiswagen. Euro 5 EEV, dat is eigenlijk de voorloper van Euro 6. Dat zijn motoren, dat zijn gewoon dieselmotoren. Als je zo met de neus voor de uitlaat ligt, dan ruik je hem niet meer. Hij is dus echt op het moment, zeker qua brandstof, de milieuvriendelijkste auto. Dit is voor de fietsclub De Volharding. Die hebben elk jaar 2-3 evenementen. Tijdens de evenementen hebben ze materiaal nodig om de weg af te zetten, noem maar op, allemaal dat soort materiaal. Dat slaan ze hierin op. Op het moment dat er een evenement is, dan pakken wij met onze auto met laadkraan, we hebben auto's met een laadkraan, pakken we de container op, brengen hem naar de locatie, vaak is dat hier aan de Elektraweg, daar bij die sporthal, zetten we hem daar neer en van daaruit hebben ze het materiaal, kunnen ze de boel gebruiken. En is het evenement afgelopen, gaat het weer in de container, pakken de container op, zetten we hem weer hier neer. Een verrijdbare magazijn, prima. Een verrijdbaar magazijn. Ja. Wij slaan voor de Nederlandse Haarstichting al jarenlang de collectebussen op. En als de collecte is, dan pakken we hem tevoorschijn en dan de vrijwilligers van de Hartstichting die gaan daarmee collecteren. En nadat we dan weer geleegd zijn, gaan ze weer bij ons op. Ja, de Wereldwinkel die gaat hun kerstpakketten hier inpakken. Nou, wij zijn natuurlijk verhuisbedrijf, dus wij hadden wat meubilair dat de verhuizing overgebleven was. Nou, die staan niet precies, dus we hebben mooie tafels. Deze ruimte stellen we dus beschikking. 2 tot 3 weken voor de Wereldwinkel kunnen ze hun kerstpakketten inpakken. Stimuleer je ook je eigen personeel om maatschappelijk bezig te zijn? Jazeker. Ik probeer de jongens elke keer bij te betrekken om mee te rijden met die gehandicapte tochten. Ik heb mensen die bijvoorbeeld trainen een elftalletje. Ik bedoel, zo zijn er voor de voetbalvereniging. Nou, Gerard denkt dat hij nog wel wat vrijwilligerswerk doet, zo her en der. Wij zijn eigenlijk altijd best heel maatschappelijk betrokken en proberen onze mensen gewoon ook te stimuleren. We zitten hier in de kantine van ons bedrijf. Ik weet dat er zijn wat mensen van ons die bij ons werken, die bij een sportclub zijn. Ja, die daar elk jaar met hun team hun vergadering hebben. Nou, dan vragen ze, Gert, mogen wij de kantine? Ik zeg dat prima. En dan wordt hier een vergadering in de kantine gehouden. En dat ons personeel die vraagt dat aan mij en die zitten dan vaak daar zelf bij, omdat ze daar ook bij betrokken zijn. Dus ook vergaderlocaties met koffie worden geleverd door... Het verhuisbedrijf. Ik heb natuurlijk heel veel verhuisdozen die al gebruikt zijn. We zijn maatschappelijk verantwoord bezig, dus ze worden vaak gebruikt weer. De gebruikte verhuisdozen als platen karton voor overzeeverpakkingen. Maar dan geeft ze ook weg aan
bijvoorbeeld Hulp Oost-Europa om voedingspakketten van te maken. En dat ze dan met een transport gaan naar Oost-Europa. Leger de Zijls vraagt ook wel eens om verhuisdozen. Krijgen ze van ons gebruik van verhuisdozen.